gezonde zorgen mensen van het goede leven. Shirisa hier. Nou ja, het is eigenlijk inmiddels alweer middag. Op het moment dat deze video live gaat, is het middag. Maar ik ben super enthousiast over de video van vandaag. Want zoals ik al duidelijk had gemaakt op TikTok en op Instagram, is dat ik vandaag een shoplog zou filmen. En daar ben ik hartstikke enthousiast over. Ik heb een paar hele leuke dingetjes gekocht en ook gekregen van PR, die ik dus vandaag met jullie wil delen. Maar voordat we in de video gaan springen, zou ik het heel erg fijn vinden. Ik zou het heel erg op prijs stellen als jullie abonneren op mijn kanaal. Dus subscribe to the channel, like deze video en vergeet niet te commenten. En dat gezegd hebbende, ik wil gelijk springen in de video, want ik wil niet dat de intro te lang wordt. Dus we gaan beginnen met de eerste item. Nou, ik wilde eerst beginnen met de items die ik zelf heb gekocht. En daarom gaan we beginnen met de dingen die ik heb aangeschaft van The Naked. Ik weet niet of jullie Naked kennen, maar het is zo'n leuke online store. Ik weet niet zeker of ze een fysieke winkel hebben ergens. Ik weet het niet 100% zeker, maar ze zijn wel heel erg populair online. Onder heel veel Nederlandse influencers en ook buitenlandse influencers zijn ze hartstikke populair. En ze verkopen super leuke betaalbare items. En trouwens, alles wat ik jullie ga laten zien in deze video, alle items, die ga ik linken beneden in de more info box sectie, waar je zeg maar meer informatie kan krijgen over deze video. Alles wordt daar gelinkt, zodat jullie ook lekker kunnen shoppen. Maar het eerste item waar ik mee ga beginnen, is deze grijze pantalon. Ik ga hem niet openscheuren. Ik doe hem even zo, even netjes. Het is ook de eerste keer dat ik het zie in het echt hoor. Want ik heb het natuurlijk allemaal online gezien. Maar nu zie ik het. Oh, het is wel heel erg mooi. Deze pantalon van The Naked. Ik heb hem gekocht in een maat 38. En ik heb bewust gekozen voor een grotere maat. Als jullie bekend zijn met mijn TikTok video's, weten jullie ook wel dat ik hou van een oversized fit. Voor de meeste van mijn broeken vind ik het wel fijn dat het gewoon goed past. En dat het gewoon de juiste maat is. Dus goed op mijn taille zit. Of goed op mijn heupen zit. Maar voor deze look wilde ik een beetje soort van een oversized effect creëren. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor een maatje 38. Volgende item is een... Oh, ik moet even kijken hoor, want ik weet het niet meer. Oh, het is een waistcoat. En het is, de waistcoat hoort eigenlijk bij de broek die ik net aan jullie heb laten zien. Dus het is een soort twin set. En ik hou van pakken, ik hou van blazers, ik hou van twin sets. Dat zijn echt mijn dingen, weet je wel. En het is dus ook deze waistcoat, ook van The Naked, zoals ik net al heb gezegd. Hartstikke leuk. Hij is wel ietsjes groter dan dat ik had gedacht. Ik dacht op de website toch dat hij ja, wat strakker zou zitten. Maar het is echt zo'n oversized fitting. Maar deze heb ik wel gewoon genomen in een maatje 36. Volgende item hebben jullie waarschijnlijk ook gezien op mijn TikTok. Dat was deze blazer. Ook van The Naked. Ik heb hem gekocht in een maatje 42. En ik hou van oversized blazers. Ik zei dit ook in mijn Q&A die ik vorige week had geüpload. Dat meestal als ik blazers wil die meer een oversized fitting hebben. Dat ik wel ga voor een aantal maten groter. Dus ik draag van mijzelf altijd of small of 36. En als ik dan meer een oversized look wil creëren, dan ga ik wel een paar maten groter. Dus een 42 valt eigenlijk onder een extra large. Dus dat is uiteraard ietsjes groter dan mijn eigen maat. Maar daar hou ik van. Ik vind het hartstikke leuk. En ook deze blazer komt met een bijpassende broek. En het is deze broek. Die ik heb gekocht in een maatje 36. Past bij de blazer. Zoals ik net al heb gezegd, ik hou hartstikke veel van twin setjes, van pakken en dat soort dingetjes. Dus dit is echt gewoon, ik vind het zo leuk, super leuk. Deze ga ik sowieso houden, die gaat niet terug. Laatste item van The Naked is een tas. En ik realiseerde het laatst dat ik niet zoveel tassen heb. Dus ik zag deze hele leuke tas op The Naked, op de website. En het leek een beetje op... Ik weet niet of jullie Bottega Veneta, of jullie dat merk kennen. En die hebben altijd van die hele leuke tassen met leuke vormen en patronen en dat soort dingetjes. Maar de tassen zijn ook best wel duur. Dus het is zeker wel echt een doel van mij om op een dag een tas van Bottega te kopen. Maar nu is dat niet op mijn prioriteitenlijst. Dat staat niet bovenaan op mijn lijst. Dus dan heb ik even een soort van lookalike gekocht daarvan. En het is dus deze in het paars. Het komt trouwens in meerdere kleuren. Dus je hebt het ook in het oranje, in het groen, in het wit volgens mij, zwart. Maar paars is niet echt een tas die ik al eerder had. Dus daardoor wilde ik graag gaan voor een paarse kleur. Voor net iets wat anders in mijn wardrobe, in mijn kast. Dus dat vind ik wel, dit vind ik wel een hele leuke. Het is echt super cute. Hij is wel klein, maar het is gewoon cute.
Next gaan we nu naar de PR-dingetjes. Dus de dingetjes die ik gratis heb gekregen van PR-bureaus, van merken, die naar mij zijn gegift. En ik wilde dan graag beginnen met dit setje die jullie eigenlijk ook al hebben gezien van de Selected Femme. Die heb ik ook al aangehad. Volgens mij afgelopen zaterdag had ik dit aan. Het is echt mooi, een superleuke pinstripe blazer. Ik hou van blazers. Ik noem mezelf ook wel een beetje de blazer queen. Dus ik vind het echt hartstikke leuk. Het is echt up my alley again. En dan heeft het natuurlijk, zoals jullie ook weten, een bijpassende broek. En wat ik leuk vind aan deze broek is dat het 1, het is high waist. En 2, het heeft een riempje. En ik heb een hele smalle taille. Dus als een broek met een riem komt, is het voor mij hartstikke handig. Dat ik het dan wat smaller kan maken om mijn taille heen. En dat vind ik wel fijn. En dus deze broek geeft me die optie. En daardoor is dit zeker een keeper. Ik vind het hartstikke leuk. Wordt zeker eentje die jullie me vaker gaan zien dragen. En ik ben ook bezig, op het moment bezig met het filmen van een workwear of back to school soort van lookbook. Omdat de back to school season eraan komt. En daar komt dit pakje ook in voor. Dus die ga ik waarschijnlijk volgende week posten. Stay tuned for that. Maar voor nu gaan we verder met de shoppen. We gaan naar de volgende merk die me een paar leuke dingetjes toe heeft gestuurd. En dat is dus Edited. Edited is een merk die jullie waarschijnlijk wel eerder voorbij hebben zien komen in mijn TikTok video's. Omdat ik het best wel vaak draag. Dus ze sturen me vaak hele leuke dingetjes toe die ik dus aan jullie kan showen, met jullie kan delen. En dat hebben ze nu dus weer gedaan. Maar ik heb wel best wel veel. Dus we gaan er doorheen racen. Misschien een klein beetje, maar want het zijn best wel veel dingetjes. Maar het eerste waar ik mee wil beginnen is dit broekje. Het is echt super leuk. Het is een pantalon. Een high-waist pantalon. En het heeft een flare effect aan de onderkant. Niet echt extreem flare, maar een klein beetje. Plus, het heeft een rits. Dus je kan de voorkant... Aan de voorkant kun je het open doen. Dus zo. En dat vind ik echt super cool. Next van de Edited heb je dit truitje. Super cute. Is gewoon een basic truitje. Een soort dunne knitwear. Want als je ziet, het heeft dan zeg maar een soort van een knit stofje. Maar het is niet super dik of zo. En daar hou ik best wel van. Het zijn echt van die perfecte topjes die je kan dragen met tussenweer. En dat heb je in Nederland heel veel van die dagen. Dat het soort van, het is niet warm, maar het is ook niet koud. En dan weet je niet echt wat je aan moet doen. Dan zijn dit soort topjes echt super handig. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En vorig jaar had Edit het ook nog ditzelfde topje naar mij toegestuurd. Maar dan in het groen. Dus nu heb ik nog een kleur. En het past bij de pantalon. Dus ik ben daar super blij mee. Volgende van Edit is dit topje. Deze heb ik wel al aangehad. Een aantal keren, want het is het enige wat soort van summer wear-achtig is. Dus voor de zomer of voor koude zomerdagen kan deze gewoon door. Dus ik heb hem wel al aangehad. Ik had hem ook aan in de Q&A die ik vorige week had gepost. En ik heb hem ook al op TikTok gepost. Echt een hartstikke leuk topje. Er zit ook een klein vlekje op. Hij moet in de was. Krijg het er pas wel uit. Nou, hij moet wel in de was. En het heeft een beetje dezelfde stof als dat truitje wat ik jullie net liet zien. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ja, zie je dus een soort van dat dunne... Net geen knitwear, maar ook net geen katoenen t-shirt type stof. Ik weet niet of jullie begrijpen wat ik daarmee bedoel. Maar hartstikke blij mee. Keeper. Echt super leuk. Next van de Edited hebben we deze knitwear. Deze prachtige trui. Het is nu nog een klein beetje te warm voor knitwear. Maar jongens, ik houd oprecht van truien. Ik geniet van de zomer. Ik geniet van het warme weer. Maar ik kan eerlijk gezegd niet wachten tot het koud is. Zodat ik deze items weer kan aanpakken. Trekken. Echt een super leuke trui. Nog een beetje te warm nu ervoor. Maar toch wel hartstikke mooi. En de kleur is echt prachtig. Ik ben hier zo blij mee. Dankjewel, Edited. Next van de Edited hebben we deze prachtige pleather rok. Het is in de kleur beige. En het is een soort leren of een nep leren. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja. Een soort nep leren stofje. Echt super mooi. Echt prachtig dit ding. En het heeft ook nog eens een split hier. Aan de voorkant. En de split is niet te hoog. Dus het is niet een inappropriate split of zo. Ik vind hem echt gewoon net perfect. Heel leuk voor een avondje uit eten. Of iets leuks doen met je vriendinnen. Of ik weet het niet. Een drankje, een hapje pakje. Een drankje doen, weet ik veel. Een dagje shoppen. Het is gewoon zo leuk. Maar het is ook gewoon leuk voor speciale evenementen. En zoals ik al zei tegen jullie. Ik hou van matching sets. En guess what? Deze rok. Heeft geen bijpassende blazer. Geen bijpassende t-shirt. Geen bijpassende blouse. Maar een bijpassende trenchcoat. Ook wordt geappt. Deze trenchcoat is life. En honestly, wanneer het herfst wordt, ik ga dit ding rocken.
Ik ga zoveel mooie looks maken met deze trenchcoat. Jullie willen het niet weten. Of jullie willen het wel weten. Nu nog te warm om hem te dragen. Maar zodra het wat kouder wordt. Weet je wat, we genieten van de zomer. Dus we gaan geen slecht weer uitspreken. Oké, okay? We genieten van de zomer. Maar zodra het weer een beetje omslaat en het minder warm is, ga ik deze uit mijn kast trekken. En jongens, de looks. De looks. En dat was hem. Oh nee, wacht even. Dat was hem niet. Last but not least is dit jurkje wat ik nu aan heb. Dat is ook van de Edited. Ik heb hem gelijk aangetrokken, want ik vind deze wel leuk. Het is nu vandaag 22 graden. Dus deze jurk kan eigenlijk wel door. Ik ga in de volgende shot even aan jullie laten zien hoe hij zit. Hij is ook nog eens open aan de achterkant. En het is een hele simpele jurk. Maar het is wel echt zo'n closet staple, zeg maar. Dus het is zo'n ding wat je echt nodig hebt in je kast. In je garderobe. Voor dagen wanneer je niet weet wat je aan moet doen. Maar je wilt er toch leuk uitzien. Dan is zo'n jurk echt ideaal. En dat waren de looks voor deze shotlogs. Die ik vandaag met jullie wilde delen. Zoals ik al heb gezegd. Alle items zijn gelinkt in de More Info Box beneden. Waar je meer informatie kan verstrekken over deze video. Heb ik alle links van alle items die ik heb gedragen in deze video. Of die ik aan jullie heb laten zien in deze shoplog. Zijn allemaal gelinkt. Dus als jullie ook even lekker willen gaan shoppen, kan je dat ook doen. En met dat gezegd hebbende, zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken weer. Vergeet niet te subscriben voor video's. Want ik post video's elke maandag om 12 uur. En volgende week zijn we terug met een lookbook, zoals ik al eerder heb gezegd. Dus nogmaals, subscribe. Comment, like en dat was hem. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer. Maandag, volgende week maandag om 12 uur. Oké, bye!